bevroren speciaal hier op de hoek. Wat is het dan met de man hier? Het is warm, hier is het echt luchtig. Oh, dat doe je, dat is wel zo. Ik denk dat het echt komt worden. De prijzen toch? En die prijzen ook in de winkels. Alles steekt dagelijks, dus we moeten beter op elkaar letten. Ja, ik weet dat je moest je van de hoek altijd helpen om de AOV te halen en inkopen te doen. Klopt. Maar zie ik niemand anders, dus ik de hulp echt hard nodig. Dus dat we ook voor elkaar zijn als buren. Is je opa voor AOPO aan de overkant van moest je die jij helpen? Heb ik laatst ook moeten helpen? Die man woont al 50 jaar lang daar op dat perceel. In dat klein huisje van hem. Ja, de mama met kama vrouw is hier. Zo? Ja, de mama met kama vrouw is hier. Ja. Maar hij is al zo lang daar. Hoezo? Hai, dus ik keek toevallig naar TV. De missie-president legt waarschijn uit van een meld. Ze hebben een meldpunt. Mm-hmm. Waar je voor grondzaken, grondproblemen. Dus heeft een nieuwe meldpunt geïnstalleerd. Dus dat die meer dan Sani. Volgende dag naar direct Milongwa, opa. Tik opa, Chagona meldpunt. En ik mag niet klagen, ze hebben opa direct geholpen. Dus aan het moment, opa moest gewoon rechter. Die zaak voor de rechter gaan, dan wil je opa. Stijk naast opa. Dat is echt goed. Maar gelukkig dat er een meldpunt is om mensen met grondproblemen te helpen. Want dit komt echt vaak voor. Ja. Maar wat doen ze nog meer? Dus ze werken samen met het ministerie van Grondbeleid. Dat is één. En twee, ik heb die info toevallig hier, wacht, want ze staan aan de Grote Hofstraat. Mm-hmm. En het telefoonnummer is 4767-5757. 4767-5757. En ze zijn van maandag tot vrijdag open van 8 tot 14 uur. Is dat zijn na 14 uur toch? In Tergi? Is 2 uur. Goed zo. Goed zo. Mm-hmm. Hebben ze begeleiden je ook hoor? Ja. Maar fuck haar oma. Moest je dombo. Dus, ik weet het. Want zij woont al 50 jaar daar. Klopt, aan de overkant van opa toch? Ik weet echt niet hoor. Maar hoe jij me nu zegt, dan kan je me helpen. Weet je, dan kunnen we even kijken als het ook zo bij haar is. You want to go? Ja, we kunnen gaan. Dat komt goed.